rijders denderen daar van de startplank af. Riders weet niet wat de kleed heeft gedronken bij de 11 en 12-jarige kwartfinale. Hier zo 4 tickets te verdelen. 4 man over en uit gaan het vanaf de zijlijn bekijken. Het is de whole shot voor de Talent BMX team. Ralf van den Broek. Ralf van den Broek. Dan kijken we naar de enige Belg in dit geweld. En dat is Senne Buijsen. Senne Buijsen vanuit België. Helemaal netjes keurig gewend op de tweede plek rijden. Joep Maandonk zit erbij. En dan komt er een hele grote strijd aan. Tussen Tim de Bok daar zo ertussen. Teun de Bok moet ik zeggen. Die toch genoeg moet nemen in die veilige positie. En wie gaat dat dan als vierde over de meet komen? Is het die 156? Jawel hoor. Het is Oegema die meeneemt. Rinke Oegema gaan we terugzien in de halve finale.